En deze mannen van Kasteel Games zijn weer aanwezig met Until Dawn in de Halloween Horror Week van 2020 met episode 3, aflevering 3, hoofdstuk 3. Zo, daar gaan we weer. To communicate with the spirit world, you must 8 hours until dawn. Drop all inhibitions and generally give yourself over entirely to the will of the soul, your every desire to the wings of the spirit master, which is me. It doesn't see that. Maar kijk, dit is dat bord, hè? Ik weet niet hoe het hoofdstuk valt. Maar dit is dat bord. Het geest al op. Oh, shush it. Let's try this. Yes, please. Okay, then. Let's see what happens. Ashley, since you're a recent convert, why don't you get... Ja, ik dicht wat je. Waar we? You know. Poppert. Waarom poppert? Oké, kom op. We gaan heel serieus houden doen, hè? Oké. Hoe heet dit spel? Is anyone there? Will you reveal yourself to us if you're there? Dijon, kruiden. Dijon wordt als zoiets. Wait a minute, did you do that? I didn't do anything. It's moving again. H? What's it spelling? Hold on. How's this happening? Are you moving it? I swear, it's just moving. Holy shit. Help? How are we supposed to help? I don't know. What does it mean? We need to know who it is if we're supposed to help them. Sowieso die Chris beweegt, hè? Ja, ja. Who are you? Oh, here it goes. Okay, S. I. S. T. E. Sister. Sister. Sister? Who's sister? Oh, come on, is this for real? Shut up. Ask it who's sister. Josh, it's gotta be. Yeah. Okay, well, which sister is it then? Ashley, ask who it is. Vraag om Hannah. Bad, vindt ons echt gelijk op. Who are we speaking to? Hannah? Is that you? Oh! Oh god! This is messed up. Josh? Huh? Are you... Oh, yeah. Yeah. Are you sure? Because we yes, can stop. No. Dude, it's cool. I want to hear what it says. I don't know where to start. Think about it. If this is actually Hannah, I mean, we can find out what happened that night. Josh? I can handle it. Okay. Okay? Let me think. Gaan we apologize of probe? Nou, wat happened? Ja, we willen weten wat er is gebeurd. Maar ik zou wel eens even excuses over kunnen nemen. Hannah, we miss you. And we want to know what happened to you. Can you tell us? What happened? B? E? T? R? Uh-oh. I don't like this. Betrayed. What does she mean? Oh, it's still going. Oh God. K I L L E D. No. Kill. We didn't kill them. It was just a prank. Ash, calm down, okay? Just we need to find out more. I'm sorry. I am. Nee, so Beth hit her betrayed. What do they mean? Ask them what happened. It's the only way to know. Ask them, Ash. En nu denken ze dat hun die twee of hun ja. Who killed you? Oh. Okay. Okay. How did you die? Hannah, what happened to you? L? I? B? The library. Maybe there's something in the library B- here? R? O? O? Proof. There's proof. In the library? Watch out! You. Holy shit. Chris? Bye. Nu is de vraag, is Chris aan het floten ja of nee? This isn't real. Josh, I don't know what's going on. Listen, I don't know if you think
messing with me is somehow going to help me deal with my grief or whatever, but this is not cool. Josh, no! You wanted to use the spirit board! Hey, hey, calm down. It's not Ash's fault. I don't need this right now, okay? You guys are full of it! Should we go after him? Ah, man, I mean, he'll be okay. Let's just give him some time. I don't blame him. That was crazy. The pointer flew right off the table. If you were faking it, you were doing one hell of a job. I wasn't faking anything. I think we should do what it says. We should look in the library. Papa, en we gaan naar de beep. Oh ja, hier. Nee, we gaan naar Mike. Jess! Doe dat nou niet, jochie. Juist wel. Oh, waarom heb je hem ook niet meegepakt, joh? Zo, een sprong, joh. Ja, dat was een heel raar sprongetje. Heel ver. Heel soepel. Kan je nog rennen, of niet? Jessica. Oh, come on. Nee. Oh, dit is geen rennen. Yes. Ze zit in die auto, joh. Honey, in there? Lampie zag ik. Yes. Ik heb twee keuzes straks om te lopen. Dan? Light of my life? Ah! Yo ho ho! Whoa! Christ! Wat een lekker spelletje, joh. The hell is that doing in there anyway? Maar nu is de vraag, lopen ze met ons te kutten of niet? Lopen we naar links of naar rechts? Ik zou zeggen gewoon naar links, joh. Dat verwacht niemand. Seriously? This is not funny. Die koffer, dan hebben we een totem. Wat dacht jij? Een koffer? Die koffer van Emily, dat is toch kwijt? Wow. Jess? Die Ashley. Nee. Where did you go? Die Emily. Extra voor mij. Not funny. Huh? Oh, joh! Oppassen! Er gaat hier iets gebeuren. Oppassen met voor de rendieren. Hetten. We kunnen daar niet heen. Dit was alleen even voor de toontje. Ja, wel goed dat ze het toch hebben gegeven. Nu toe nog niemand dood, toch? Nee. Alleen die eerste twee, maar dat was voor het verhaal. I totally promise I won't murder you. Oh! Zie je wel? No. That was so good. No. Tot nu toe elke keer wanneer we schrikken is het alleen omdat mensen aan het kloten zijn. Ja, en met dieren en dingen. Look at your face. Maar wel lekker dat je even gepakt wordt, hoor. You can't just jump out at somebody. I'm in the middle of the woods. I'm sorry, did I scare you? If we send that to anybody, you're what? Gonna kill you. I didn't know you had such a cute little lady-like scream, Michael. Guess you never really know someone until you've scared the pants off of them. Fine, you win. Alright, fine. You win. It's not a contest. But I do win. Every time. Uh-huh. Whatever you say, babe. Oh. Oh, keep on going. Zo ging het fout bij de tweeling. Ik voor. Zo ging het fout bij de tweeling. Ga nou snel. Zo'n mooi bruggetje. Fuck haar, loop gewoon door. Maar we waren toch op weg naar die cabin, of niet? Ik kom 3 dagen buiten volgens mij. Zijn dat nu toch steeds doen? De cabin. Cabin! Deze gaan nu naar de cabin. Ja, we zijn dat hekje al ingegaan. We hebben zo'n hekje moeten over, daar waren cabin op. Ja, maar cabin dat is een huisje. Ja, maar dat zijn... Follow the path to the cabin. Ja joh. Ja joh, kom op gozer. Ja. Kom op man. Shh. What? Ben je stond hier achter de? No.
Die moordenaar kruipt op en alles gewoon. Ja, ja. De bosjes. Nee, nee! Een moes! Deze is goed. Ik had niet hiervan ook hoor. Ik had nu al zien aankomen omdat ik die steek gooide dat er wat ging gebeuren. Jij maakt wel weer een spat om, man. Helemaal niet. Ik ben even. Nee, je maakt het. Oh, we gaan nu. Ja, maar ik zou wel even zo'n grilling. Het is koud hier. Nee, het is helemaal niet koud. Oh, dit nou een stukje met die het of niet? Met de boost. Ja, dat denk ik. Dit is de cap. Yeah. Of net. We hebben nu al twee keer iets met een head meegemaakt. Ja. Oh, dan gaat hij even een joke maken hoor. Die was, ja, zie je wel. Oei, joh. Lekker koud, joh. No! Do not! Oh my god. Haha, een cirkel, joh. Revenge is mine! Oh no, that is not fair. Koud dan in zee, in de sneeuw en dan nog in het koude water. I didn't soak you. I will do everything in my power. Ze gaat snel gewoon dood door de kou gewoon. You better get cooking. Do not underestimate my culinary jobs. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Niks meer te vinden, joh. Ik was zo ook naar de camera, maar dat denk ik niet. Wat moeten we doen? Ja, nog steeds naar de cabin. Kunnen we de paard to the cabin? Oh, we zijn nog steeds niet bij de cabin. Ik hoor wel klank aan de linkerkant. Dat is aan de rechterkant dan. Weet je niet, maar er gaat echt wel wat gebeuren straks hoor. Hoe vaak komt de pokkenhead nog langs? Joh. Die moordenaar heeft dat head gewoon getemd. Wat is dat? Not sure I wanna know. Dat is niet dood. Die is neer. De kopje is omgedraaid joh. Oh. Vuur. Damn. It's horrible. Die moordenaar had een vlammenwerpen. Hij killt hem! Gewoon de kop, jongen! Okay, bud. Hey. I'm gonna make this quick for you, okay? Oh, no, no, no. Okay, okay. I can't watch this. Okay, okay, okay. Okay. Ah! Ah! Hij trekt gewoon de helikopter af, joh! What the fuck? He came up! Oh my god, what the hell was that? I don't know! Oh, there's a bridge! Over here, over here! Mike, get over here! Oh, I see not the bomb. It's gotta be there! Oh, look! Look! Stay on the path! I didn't even tell you, Rio! Ik weet het niet, ik heb niks kunnen kiezen. Je moet echt snel kiezen. Ja, snel! Ja, ik moet best! Hij laat haar ook gewoon. Waar zijn we? Ja, ze was al aan het kruipen. Hello. Jessica, hello. Come on, we gotta go! I am! Mike, get the key, get it!
Oh, die was even spannend, hoor. Ja. Mijn hart zit in mijn keel. Ja, maar toch wat ben ik weggetrokken, joh. Seksen, seksen. Na zo'n moment wachten we nog steeds op, hè. Nu zit het vol met adrenaline. Ja. Gotta be. Things are crazy fast. I mean, I didn't see it. Hey, things are not gonna come barging in, I promise. How can you be sure? Because I'm pretty sure bears don't know how to open cabin doors. I've seen them open car doors. What? Where? On the internet. On the internet. Well, this isn't the internet. On the internet. Right? This is real life. And I promise you that no bear or anything else is gonna open that cabin door. I guess you're right. Okay. I'm almost feeling relaxed again. Almost. Huh. Typical. Hoe doet het licht het ook, hè? This is not the cozy chalet I was promised, Mike. Update. Butterfly effect update. Well, there is a fireplace. Come on, we don't need a fire to heat things up. Michael, ooh. I am a lady, and a lady needs a proper romantic setting. Okay. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right, well, it'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike, yeah. Fire and mood lighting. Fear. Yes, my lady. My lady. My lady. This'll lighten up the mood a little. Click the mouse. Oh, that is a devil. Oh! Hey, fire, are you okay? What are you doing? It's the lights. I know it's the lights, dummy. You broke them. It's probably faulty wiring. You've got faulty wiring. Maar haal het ook zo vlinder op dit. Ja. Zij is die butterfly. Hij heeft wel trillerige vingers. Ja, het is ook koud, hè. Ja, het is min 20 en heeft hij alleen een bodybuilder aan. Ja, nee, voor mij is het gewoon een jas. Wat een bodybuilder. Het is echt een bodybuilder. Unless you want to make out with an ice sculpture, I suggest you get a fire going. Pronto. De Kama Sutra? Kijk dan. Ja. Allemaal sekstijntjes, joh. Oh, hell yeah. Kijk dan. Oh, hell yeah. Not sure if I'm ready for such advanced levels of... Welk gaan we doen? Ik zou dat boekje gewoon meenemen met haar beslissen, joh. Een paar bladzijden verder kijken. Kan niet. Maar dan zou ik die rechter doen. Die heb ik helemaal nooit gezien. Hoe vaak gaat het nog heen en weer, joh? Vooral zo van de plaatjes, niet van de teksten. When one kisses the image of a person reflected in a mirror or in water, or his own shadow on the wall, is it the cool? And the woman plays either time. Heel leuk, man. You're lighting a fire, Michael, not writing a novel. How much longer is it gonna take you? Ja, anders gaan we geen Kama Sutra doen, hoor. It's so cold in here right now. My tongue. Oh, wat zit ze te zeiken, joh. Ja, maar this will take care of the mood lighting. Nu gaat het verband worden. Ja, nu zou het wel kunnen. Niet te veel blokken erin. Dat zijn boven. Hoe hoog legt hij dat hout wel? Alright. Logs are ready to go. Just need a match. Aansteker of iets hebben. Ja, daar niks vanuit het kastje. Nee, hier op het hoekje van de tafel zakken. Ja, daar geeft zo'n lampje. Wat zijn we aan het doen? Oh, het is ook kwaad. Zijn telefoon kwijt. Shit. Fuck. Mike. What? Oh, crap. She wanna fuck. Where is it? What? What's wrong? Gone. It is gone, okay? Just slow down. What is gone? My freaking phone, Sherlock. Can you find it? Crap, no! I must have dropped it outside. In the water. I can't lose my phone. My parents will kill me. You can always get a new one. That's like my fourth one this year. Okay.
Okay. Dat is niet best. Well, doe je die telefoon al, joh. Heel veel. Hey, maar doe even dat tuurtje aan, joh. Yeah, I don't think we want to go out there right now with the bear or whatever it is. Een moordenaar. Gaat hij uit het raam kijken zodat die luikjes dicht zijn? Completely soaking wet, trying to scare me. Kind of a dick move. Sorry, Jess. En je hebt ook helemaal gelijk. Ik heb altijd gelijk. Maar altijd niet. Wat is wel zo eerlijk? Ik heb niet altijd gelijk. Make it up to you. I promise. Meestal wel. Die lucifertjes. Lucky, lucky. Who's gonna fire up some nookie? You lucky, lucky. Lucky, lucky, lucky. Ze moet zij het doen, dan vat ze mee in vuur en vlam. Nou, ik heb liever dat hij in vuur en vlam gaat, hoor. Ja, ook eentje maar, hè. Volg. Terwijl je moet het niet verpesten. Man 1, fire 0. Very nice. A bravo. Fair. A bravo. All right, my lady. Nou, Kama Sutra erbij. What comes next? I think... Well, I wish we had some booze. If I'd have known that ahead of time. I don't know, I'm kind of just, I'm not feeling it yet. Am I doing something wrong? No. I mean, I thought you were one. Is that moeilijk, hoor? Kind of another way, does that make sense? It's not your fault. Jess, I really like you. Whoever you think I am, well, just give me a chance, and I will show you. Just give me a chance. Well, I am like. Het is echt een body warmer. Ja. Jeetje, je gelooft me, ik heb al gelijk. Mike, the shutters. What about them? Close them, please. There's just no one out there. I feel like someone's watching us. I don't like it. Yes. Never seen one naive young guy. It's fine. I really don't like it. Okay, shutter it is. Oh, I didn't do it, yo. I dropped something. Jess, look at this. Is it a fire? No, way cooler. Gun. Check out this gun. Huh? How you like me now? Why do guns make men go completely bonkers? Nothing. Mystery kill. Maar die luikjes allemaal dicht. Wat een verketsen, man. Maar kan je luikjes echt dicht doen of niet? Moet je gewoon zitten binnen gluren, joh. Shutters are shut. Ja, gewoon zo. Dan moet je helemaal beneden kijken. Gewoon zo. Ja, maar hij gaat door alle hoeken van de camera laten zien. Sorry, I think I'm a little freaked out and it's hard for me to like. Maar de deur ook gewoon aan, joh. Look, I act all super confident and like a total sexy babe and everything, but underneath, I gotta be honest, I'm really kind of insecure. I get it so well. You're super hot. Oh yeah. You've gotta be kidding. Dat is ook stiekem voor je naakje naar thuis, hoor. Yo! Achter zijn bureau stoeltje. Weet je wel, Kama Sutra? Net zo'n controle, laat me even zeggen. Laat me even. You know how to handle yourself. Might call it a front, but it's real. Yeah. I guess I do. Yeah. And that's super fucking hot. Really? Yeah, hell yeah it is. Come here. Maybe I know how to handle you too. I am definitely ready to be handled. He's very dominant.
Uh-oh. Zie je dat je wel kan gluren? Bij de buren? Alles maar uit. Waarom met deze man nightfishing of zo? Uh-oh. Oh, ik dacht dat het zo'n naakstel zijn. Is die man wel gewoon haar vader of zo? What is that? I don't know. Okay, well, go find out now, please. Zou het geweertje, kan het geweertje nog pakken, vrouw? Die hangt er ook kan voor niet. Plezier, joh. Voor saus zeggen ze altijd, toch? Voor saus, sosa. Laten we er maar ook gewoon voor gaan. Ja. Ik heb echt geen bodywarmer nodig. It's your phone. What? How is it my phone? I don't know, it just came through the window. Oh. God damn it! What? Those goddamn assholes probably followed us out here to fuck with us and just when we were getting down to business. Don't. Hey! Yeah, pricks! That means you! I know you're out there! The fuck are you trying to do? You wanna ruin our fun that bad? Well, guess what? You can't! You can't ruin our good time, because Michael and I are gonna fuck. That's right, we are going to have sex, and it's gonna be hot. So enjoy it, because I know we're going to. Come on, Mike. Let's go ahead. We're gonna fuck, and it's going to be hot. Fire! Die kun nou! Nice! Weet je, zo'n kut hangen en dan gaan we weer saaie dingen doen. Ja, maar eigenlijk ging ze lekker tanksen. Ja. Een hele tankspartij is goed, hè. Hun kunnen ook nog, we hebben nog een setje toch bijna. Ja, en die Sam en die Josh. Oh ja, die kunnen ook nog. Ja, maar zij zit dan in bad, hè? Ja, die andere. Zij is al naked. Is vrouw naked. Misschien kan hij wel even kijken. Of is zij in bad? Twee vrouwen. Oh, ik ben op eens haar. Josh looked really freaked out at the seance. Do you think we shouldn't have mentioned his sister? That's why we came back up here. Yeah, but not to like have a seance. Maybe we went too far. Huh? But die kaas ook lekker schuin. Die kaas is heel. Naar die camera kijken. Nee, het is niet zo koud buiten. Doe lekker een kort broekje aan met een jootje eronder. Wat gaan we doen? Oh ja, de library. Holy crap! Are you okay? I think so. Was dat heel toevallig, Look, joh? What? There was something behind the books. Oh, dat doet zij. Zij leeft daar natuurlijk. Zij zweeft aan een hond, hè? Why would there be a button? That's a good question. Zijn ze allemaal buttons for four, I guess. Schone? Ah, dat kan je echt niet mee zo. Nee, dat is gewoon normaal. Dat is gewoon een film ook, hoor. Film? Of toch zoiets? Ja. Dat is waar. Oh, film. Now opens. That explodes. Neelstuk. Are we like in a movie right now? If we are, I hope it's a rom-com. Leave it to the Washingtons to have secret passages in their house. Wat is hij wel bek, joh? Maybe they didn't even know this place is super old. Ja, een rare so, kop, man. Should we take a look? Yeah, after you. No. You go. Gee, thanks. Het is middernacht, hè? En daar zijn we voor. Die kan niet dat. Wow, is dit. Toch één keer. Misschien de achterkant.
draaien. Oh, ik moet er nog kijken. Wat draai nou, joh? Oh! I will take them and bleed them like pigs. And rip their soft white skin off. Fucking 16 years. 16 years I waited for pretty little Anna and Beth. Oelala. Gewoon eerlijk zijn. Now, Ash, I don't want to freak you out, but look at this. What? Chris, what is that? I think this might be what the spirit board wanted us to find. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. It's a threat. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Right now. Waar is Josh dan weer? Die was boos weggelopen. Die was in een bad gegaan. Josh. Die is bij Sam in bad. Oh, die deur gaat heel soepel open. En je loopt er ook gewoon zomaar in ook, hè? Spik donker, joh. Je weet precies waar je heen moest lopen. Do you think someone was actually after Hannah and Beth? If so, that would be really messed up. Ja, geen zin om dit te lezen. Oh, ik had er best wel zin in, man. Ja, dus ik de video wel even op pauze. Het lijkt me best wel moeilijk om echt de weg te vinden. Je weet niet waar je naartoe moet altijd. Je ziet ook niet allemaal van die lampjes branden. I've just been thinking about something I saw earlier with Sam. What? There was like this wanted poster, like full on western style, you know? So? And Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying, there's some criminal up on the mountain? These are good, Sam. Als die vrouw die in bad zit. Crazy psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. You hear that? That was Josh. Coming from the kitchen. Josh! Coming, hold on. Opa! Zelfs hier gaan gelost, waar is die donker ook eigenlijk? Die Matt. Ja, Matt is de enige die ik echt nergens heb gezien. Oh ja. Yes. Dat is onze man. Oh! De Cleon. Dit is Ambrose, die kijkt naar het haar. Ja, kijk dat haar. Dit was precies op het filmpje. Eerst die ene man is uitgebrand daar, met zijn hoofd. Daar mag ik zijn dood. Wat die twee dood ook niet. Ik die clown daar. Joh. Wat is hij ook allemaal aan het doen met al die ingewanden en zo, joh? Die slang in het linkerpotje zeker weer. Ja, maar nu met wie praat hij dan? Want hij praat niet met zichzelf. Nee. Ik denk. Misschien doen ze het met z'n tweeën, want één iemand is bij die. Mike en. Ik denk dat hij gewoon met de mond aan praat. Pictures of people that you have come to know. But maybe you don't like them as much as you pretend to. Well, this is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time, your answers are important. Gaan we voor Sam of voor George? Sam. Sam hoor ik. Sam? Matt. Sowieso Matt. Heb ik hem al 3 jaar niet meer gezien. Ja, maar wij zijn nu de moordenaar nou waarschijnlijk. Ja, nu ja. Zeggen we... Ja, dat is ja. Ja, als je tijd is het deze. Ik is wel grappig. Wie is ook weer Ashley? Ja, dat oh, is ja, die vrouw die met wie hij samen gaat zinken. Ja, maar ja. Ik vind Chris dan grappig. Dat vind ik een beetje. Ah, Chris die brengt al een beetje een sfeertje af en toe. Ja, daarom. Ja, sfeertje.
Koning Mike in. We hebben ook wat mankracht nodig natuurlijk. Mike doen we niet. Heel makkelijk. De pornstar. Kijk ook in zijn foto, dat is echt een pornstar ook hij. Nee, zij. Hij is een toyboy. Hij ook met zijn kapsel naar achter. Links, Josh. Emily of Josh? Emily niet, gewoon Josh. Emily en Mike mogen dood. Hij ziet eruit als die vampier van ja, Harry Potter. Twilight of hoe dat ook heet. Hoppa, easy weer. Ook is de keuze wel lastig, maar dan nog. Hij weet nu ook dat we bij Mike niet mogen. Nu houden we alleen Mike en Emily over. Voor Mike blijven leven. Hij weet ook dat we Mike niet mogen. Nou. Kijk hier weer. The most you dislike. Mike. Oh, hij dislike Mike, opa. Well, I can't blame you there. He's a bit of a... He's a bit of a jerk. Jerk. Better keep your eye on him. Nee, maar hij is niet te worden, maar die appeltje. Hij had het veel lang gehad. Well, let's see what happens with my... Oh, once again, I'm afraid we're out of time. We'll talk again soon. Let's see what happens to Mike. En ja hoor, we zijn aangekomen bij het einde van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even dat duimpje omhoog. Heb je dat nog niet gedaan? Abonneer dan even. En druk dat belletje aan, want we gaan natuurlijk deze Halloween Horror Week nog genoeg streamen. En er komen genoeg video's online. En daar ben je er altijd bij. Bedankt voor het kijken nogmaals en tot de volgende keer.